Op het moment dat Ajax om 8:30 het veld opstapt, is het nog 26 graden. Vandaag richten wij onze lens op André Onana. Wat opvalt aan de jonge doelman van Ajax is dat hij niet zo lang stil wil staan bij zijn reddingen, maar een heel ander doel heeft. You know, I made already so many saves for Ajax, so for me, I always try to look my the goals and my mistake because you learn more when you make mistake. Of course, when you win and when you make great save, everybody is happy. We don't talk about the mistakes. Of hij van zijn fout heeft geleerd, wordt vanavond in Mestalla natuurlijk niet helemaal duidelijk. Maar Erik ten Hag zegt er het volgende over. En ik denk dat het ook een beetje het motto is van het hele team. Hè, dat ja, het gaat goed, maar het kan beter en het moet beter. En we kijken kritisch naar elkaar. En ieder kijkt kritisch naar zichzelf. En zo nodig corrigeren we elkaar. Maar als je zelf in de spiegel kijkt zoals André doet, ja, dan weet je je eigen verbeterpunten en dan gaat hij er weer mee aan de slag. Samen met zijn collega-keepers en met de keepertrainer en met het elftal en met de staf. Ja, de afgelopen wedstrijd tegen Groningen ging het veel over tijdrekken, waar dan ook een tweede gele kaart voor kwam. Nou ja, jij en ik allebei weten dat André daar soms ook een handje van heeft. Wat vind je daarvan? Hij moet het inlezen en dat hoort in ieder geval niet. En je moet daarmee oppassen. En wanneer kun je het inzetten en wanneer moet je het absoluut niet inzetten. En dat hoort bij volwassenheid. Zijn dat dingen die bij de Champions League horen, vind jij? Het hoort in iedere wedstrijd. Dat hebben we afgelopen zaterdag ook gezien. Aan het einde van de training laten Erik ten Hag en André Onana zien dat er ontspannen wordt toegeleefd naar Valencia-Ajax.